Welkom in deel 2 van Studio Ad Hoc, zogenaamd naar aanleiding van de commissie, de Ad Hoc commissie, die doorgaat in het Vlaams parlement. We hebben dan nog geen nieuwe regering, Jan Bon. Er is wel een regering in lopende zaken van minister-president Lisbeth Homans. En vandaag veel vragen voor de ministers, ook ontslagnemende ministers, die moeten verantwoording afleggen. Onder meer over het lerarentekort. Dat probleem is niet nieuw, maar dreigt steeds nijpender te worden. Tegen 2024, einde legislatuur, kunnen we met 7000 leerkrachten tekort zit in het onderwijs, nogthans o zo belangrijk. Bij ons Kim De Witte, parlementslid, nieuw parlementslid van de PvdA. Welkom. Dank u wel. Eerste commissie vandaag. Uw allereerste commissie, inderdaad. Goesting om erin te vliegen. En meteen vragen aan de minister over die prangende kwestie. U was pensioen, of u bent nog steeds pensioenexpert voor uw partij, maar dat heeft ook te maken met dat onderwijs. Daar gaan we het straks over hebben. Dat heeft een impact, die pensioenhervorming, op de carrière van een leerkracht. Een slechte impact, zegt u. Ja. Maar om maar even met een concreet voorbeeld binnen te vallen. Ik ben 20 jaar geleden ikzelf afgestudeerd aan het uitstekende Sint-Jozefs Instituut Internat Kruikenburg. Ik volg de Facebookpagina nog en daar staat deze week een oproep, een zoektocht naar, ik lees, een wiskundeleerkracht vanaf oktober en een deeltijdse leerkracht biologie en aardrijkskunde. Terwijl het schooljaar al is begonnen, hebben ze daar te weinig, geen leerkrachten. En die school is blijkbaar niet nieuw. Ja, zo lezen we eigenlijk en horen we tal van verhalen in de media en op de sociale media, schrijnende verhalen van directeurs die zelf voor de klas staan. Een school die 10 klassen in studie moet steken omdat er geen leerkrachten zijn. Leerkrachten die overuren doen. Leerlingen die zelf studie moeten doen omdat er dus een gebrek is aan leerkrachten. Een schrijnend tekort aan leerkrachten. De VDAB heeft daar wat cijfers over gepubliceerd. In 2015 waren er 5000 vacatures voor leerkrachten. Dat is opgelopen vorig jaar naar 11.000. Dus er is een immens tekort en ja, er moeten dringend maatregelen genomen worden om dat bij te benen. Ja, 11.000, dat is een enorm cijfer. Ja. Die maatregelen, we hoorden daarnet de minister, die zijn in januari al aangekondigd, zijn nu ingegaan. Het gaat over 26 miljoen investeren in een campagne om leerkrachten aan te trekken en te begeleiden, over een verre loonsverhoging tot 1,1%. Maar brengt dat zoden aan de dijk of zijn dat correcties op een fundamenteel probleem? Het maakt het allemaal ietsje aangenamer, ook die lerarenpool, maar er blijven er te weinig. Effectief. Dus ik denk de maatregel, dus een beetje de promotiecampagne voor het onderwijs, op zich is dat goed. Wij zijn ervoor. Er zijn nu veel meer studenten. Maar natuurlijk, ja, tegen dat die studenten zijn afgestudeerd, zijn we weer 3 jaar verder, minstens. En bovendien zien we dat de uitstroom van jonge leerkrachten zeer, zeer groot is. Dus mensen die in het onderwijs stappen, maar binnen de 5 jaar terug stoppen. Ja, de helft die stopt er opnieuw mee. Hè? Inderdaad, meer dan de Vaak helft die terug soort, stopt. Ja, een shock die men meemaakt, de confrontatie met de realiteit. Of ook, dat zei katholiek onderwijsstopman Lieven Boeven, dat de privé vaak komt zwaaien met een aantrekkelijk aanbod. Die diploma's zijn gegeerd ook bij bedrijven en die betalen dan meer. Ja, ik denk dat daar een punt zit. En een ander punt wat ik toch heel vaak hoor uit het veld is inderdaad dat die loopbaan, dat die minder aantrekkelijk is geworden de afgelopen jaren. En één onderdeel, zoals u daarnet al zei, is het pensioen. Wat voor leerkrachten eigenlijk op een pak hervormingen is gestoten. Hè. Men heeft het pensioen sterk hervormd. Dat is niet de Vlaamse regering, maar dat zijn natuurlijk wel dezelfde partijen. Ja, federaal hebben die partijen beslist dat de studiejaren, die diploma-bonificatie, die studiejaren meetellen in de opbouw van pensioen. Neveneffect is, die zijn dat nu kwijt. Als je naar het onderwijs... Inderdaad, ze zijn dat luik kwijt. Ze zijn ook het luik van de vaste benoeming. Dus vroeger was de regel, als men benoemd werd na 20 jaar, maar dan had 20 jaar exact hetzelfde werk gedaan, dat men ook voor die periode voor de benoeming een pensioen kreeg als leerkracht. Dat is afgeschaft, wat een immense impact heeft op de omvang van het pensioen. Dus de eerste 20 jaar, als je daar gewerkt hebt zonder benoemd te zijn, ook al deed je exact hetzelfde werk, krijg je een pensioen van een werknemer, wat we allemaal weten dat het een zeer laag pensioen is. En hoeveel lager zou dat pensioen zijn? Dus de berekening die ik daar rond gemaakt heb, dat gaat over €300. Dus eigenlijk dat een leerkracht gaat verliezen aan pensioenrechten. En dus wie nu begint aan het onderwijs, die weet, mijn voorgangers,
ik zal 300 euro pensioen minder krijgen dan minder krijgen door de verschillende maatregelen. Er zijn nog maatregelen, berekening op een lager loon aan het einde van de loopbaan dan op een hoger loon zoals het vroeger was. Er zijn eigenlijk 4 maatregelen die de vorige regering genomen heeft, die pensioenrechten verlagen. Nu, tegelijkertijd, dat maakt de job minder aantrekkelijk. Klopt. Wil de minister of probeert men die job aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld te werken met die lerarenplatformen? Om concreet te zijn, dat garandeert dat een jonge leerkracht hoe dan ook 100% betaald wordt, dan kan je toch met een gerust gemoed aan die job beginnen. Dan is dat niet meer het probleem van het pendelen tussen school of zonder opdracht te zitten. Men wordt betaald, hoe dan ook. Klopt. Het probleem van pendelen blijft, maar het probleem van inkomenszekerheid is opgelost in de periode dat men natuurlijk in dat platform zit. Het probleem is natuurlijk als jij op verlof gaat, hè, dus als de vakantie eraan komt, dat men uit dat platform komt. En dat er dan geen werkzekerheid is, dat er nu nog altijd veel jonge leerkrachten zijn die zeggen, ga ik wel een job hebben dan. Maar als men in het platform zit, heeft men een inkomensgarantie, maar helaas is het wel nog altijd van het kastje naar de muur. Men kan nog altijd in 4 of 5 scholen te werk gesteld zijn, wat natuurlijk niet evident is. Dus het platform voor ons is een stap vooruit, maar het zou wel goed zijn als we het net overschrijdend kunnen maken ook. Nu is dat per net. Katholieke net het en zo meer. Ja. Ik wil even nog, want het gaat ook over fundamentele keuzes. Bevragingen bij leerkrachten blijkt bijvoorbeeld dat niet zozeer het loon een probleem is, maar wel de prestige en de papierberg, het gezagsprobleem ook soms bij leerlingen. Het gaat vaak ook over het M-decreet, waar leerkrachten veel oog moeten hebben voor individuele zorgnoden van leerlingen en bijna niet meer toekomen aan gewoon lesgeven. Dat zijn fundamentele dingen die ook jonge leerkrachten wegjagen uit dat systeem. Hoe kan je daaraan verhelpen? Want M-decreet, ik veronderstel, daar bent u niet tegen. Nee, op zich, het idee achter het M-decreet is goed. Ja, meer maar de inclusie, uitvoering, een leerkracht maar die niet meer er moet extra financiering tegenover staan. Meer middelen, extra meer leerkracht. Middelen. Dus men zegt, iemand heeft eigenlijk 367 miljoen euro nodig. Maar middelen voor kleinere klassen dan, of een extra leerkracht? Voor kleinere klassen, voor taakleerkrachten, voor extra begeleiding van de mensen met problemen. Dan ga je met 2 mensen voor de klas staan op den duur, hè, voor dat M-decreet. Of je haalt de leerlingen uit de klas voor bijscholing, specifieke dingen, dus wat men zegt, de taakleerkrachten. Men moet eigenlijk meer middelen investeren om het M-decreet in de praktijk ook te kunnen doen slagen. En daar zien we dat eigenlijk de middelen die Vlaanderen investeert in onderwijs, als we dat verhouden naar het bruto regionaal product, dus de welvaart die wij in Vlaanderen allemaal samen creëren, dan zien we dat de afgelopen 10 jaar de middelen die gaan naar onderwijs zijn afgenomen. Aandeel dat was gedaald. Dat het gedaald is van 4,5 naar 4,3, maar dat gaat dus over 670 miljoen euro als het niet zou gedaald zijn. En het standpunt van onze fractie is dat het eigenlijk moet toenemen. Dat we meer middelen gaan moeten investeren. Dus je besluit even meer middelen en dan bijvoorbeeld als het gaat over dat lesgeven, dat een leerkracht moet kunnen bijgestaan worden in zijn klas om die groep om daar vat op te hebben. Effectief. Meer mensen in de klas. Klopt. En minder papierberg ook, want daar klagen ze ook over de planlast, veel administratie. Dus, inderdaad, maar het aantal leerlingen is ook met 10% gestegen, dus dat is ook een belangrijke factor. Als het aantal leerlingen stijgt, moeten we er meer in investeren. En de planlast is een grote last en ik denk dat de Vlaamse regering daar ook een zekere verantwoordelijkheid in heeft. Zoals de nieuwe eindtermen voor de eerste graad. Planlast, ik wou erover, wat bedoelt u juist? Want het is wat lerarentaal soms. Ja, met planlast noemen we eigenlijk administratieve last. Dus bijvoorbeeld, er komen nieuwe eindtermen, de papierberg. Let ook op, leerkrachten klagen ook over vernieuwingsdrang, wat voor hen telkens, allemaal goed en wel, nieuwe pedagogische ideeën, maar voor hen betekent dat telkens opnieuw een hele papierberg, een heel andere manier van lesgeven. Klopt. Dus toch wat voorzichtig zijn met de hervormingsdrang, hoor ik u zeggen. Ja, en daar ook professioneler mee omgaan, want dus bijvoorbeeld de nieuwe eindtermen, die zijn pas zeer laat gecommuniceerd, eind augustus. Op 2 september moeten dan al die leerkrachten klaarstaan. En dus dat is een immense opdracht dan, om dat allemaal te hermaken, al sneller, die leerplannen sneller te maken. Dat doorgeven, dus, dan moeten ze sneller moeten dan doen. Moet je helaas afronden, nog 1 vraagje. Iets helemaal anders, of misschien het niet, is een beetje uw eerste schooldag hier ook. Ja. Kent u uw plaats in het parlement al? Want daar is wat discussie over. Ja, we zitten nu helemaal aan de linkerzijde. Ik denk ook dat dat goed is. We zitten daar goed. Dus want er is een plan waar bijvoorbeeld uw partij ergens in een middenbeuk wil zetten, samen met het Vlaams Belang. Ja. Dat lijkt me kat en hond op een vreemde plek. Of, Ja, ik denk dat er 5 voorstellen op tafel liggen. En een van de voorstellen is dat we helemaal rechts zouden zitten met het Vlaams Belang. Dat lijkt me inderdaad niet logisch. Het is nu logisch opgebouwd, van links naar rechts.
PvdA. De klassieke opstelling, van links naar rechts, zoals dat al bestaat sinds effectief. De Franse Revolutie eigenlijk, juist, sinds gewoon de klassiek. Zo, misschien is dat ook wat meer helder voor de kijker. Bedankt meneer De Witte voor uw gesprek. We volgen dat samen op natuurlijk, dat onderwijsdossier. En u kan donderdag terugkeren naar ons. Dan volgen we verder die ad hoc commissie met veel vragen aan die regering in lopende zaken. En dan gaan we in gesprek over de sms-actie voor baby Pia en wat de Vlaamse politiek daarin kan betekenen of een probleem zoals dat van Pia kan voorkomen. En we spreken ook over de begroting. Begroting, dat is in politiek het begin en het einde van alles, ook in deze onderhandelingen van Jan Jambon. Tot dan.